like a spoon. No, we're gonna land it. You won't regret it. Kick your shoes out. Do not fear. Bring that bottle. Ik zie, nou, volgens mij heb je nou het hele raam. Kijk maar. Wat ging er lang zijn geleden? Is zoiets, ja. Klopt? Ja. Eén, twee. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. In de Zicht betrekt. Ik heb dat geprobeerd op de beamer voor elkaar te krijgen. Maar, voordat ik helemaal dat ding in de sloot zou gooien, is besloten om het binnen af te spelen. Dus vandaar dat ik jullie allemaal nog even wil vragen om nog even naar binnen te komen. Filmpjes te kijken. En dan vervolgens gaan we lekker eten. Ja. Goed idee. Kom maar lekker vooraan staan, Fred en Ria. Ja. Kom maar. Ik heb nog een biertje bij. Weet je nog, Ria? November 1980. Jeetje, dat is zo lang geleden, hè? Alweer bijna 40 jaar. Of 40 jaar vriendin. Het was wel gezellig, want we hebben gelachen. We lachen nog steeds. Maar, we zijn nu een jaartje ouder. We zijn niet meer zwanger. Tada! Bevallen! Maar, we zijn de hippe oma's van nu. Nederland in beweging. Ook dat nog, op onze leeftijd. Ah, niet te lang, natuurlijk. Maar, kunnen we nog heel veel kunnen lachen. Na de filmpje kunnen gaan. Lekker uit eten. Ria is eentje met elkaar. Ik zou zeggen, Ria en Frit. Proost. Op onze vriendschap. Tot de dood ons scheidt, zou ik zeggen. Veel liefs, van Arthur en mij. Op jullie 40 jaar huwelijk en jullie 65-jarige leeftijd. Proost, voor vele jaren. Cheers, jamas. Hey Fred en Ria, ja, jullie hebben een vakantieparadijs met dolfijnen. Ik hier met een hele speciale ding. Heel gevaarlijk, ik moet een zomaar, want deze geweldige plek met een vest is. Wens ik jullie een geweldig feest en natuurlijk nog heel veel jaren dat die 40 verdubbeld mogen worden en Fred mij nog heel vaak aan de whisky. Doei doei, een van de whiskylovers, dik knuffel. Ja. Ja? Hallo twee oude tijten, alweer 65 jij. Nou ja, Fred bijna. En 40 jaar getrouwd. Super, ga zo door. We wensen jullie een gezellige dag en nog heel veel gezellige jaren samen. Dikke kus van ons. Nou, Fred, je hoort al een beetje bij de ouwe. Alleen nog een stokje ontbreekt, maar dat zal er wel gauw aankomen als ik je zo zie lopen. Doei!
Nou, kom zitten. Lieve Ria en Fred, bijna 40 jaar geleden begon het voor jullie net. Van een verloving in de Amstelbron en een feest 's avonds bij Sitton. Om met jullie samen te zijn is het altijd gezellig en fijn. Mooie herinneringen heb ik dan ook aan onze reisje samen, na het overlijden van pap en mam, toen wij nog maar samen waren. Of wij nu naar New York, Londen, Wenen of de kerstmarkt in Maastricht gingen, we hebben altijd lol, dat is een van die dingen. Met ons allen, inclusief Huub en Nel en oma Sis, op Fredse verjaardag voor de opening van jullie huis naar Spanje. Iedereen met een oranje klus-t-shirt aan, want daar hoorden wij nu thuis. Waar we ook ons met ons allen bevinden, we zijn niet alleen familie, maar ook vrienden. Lief en leed hebben we altijd gedeeld. Nu, 40 jaar later, zie je aan ons uiterlijk geen verschil, dat scheelt. Lieve zus en zwager, Fred, ik hoop dat er voor jullie nog heel veel fijne en gezonde jaren komen bij. Ja, fijne jaren bijkomen. Zo is het maar net. Ook ik heb het oma Fred altijd dol op pret. Dag hier van Spanje, tijdens een kleine tsunami. Wegen en bergen ontoegankelijk, dus bergaf, dat gaat niet. Maar toch, daar gingen we op de fiets, Fred trappen en ik achterop. Bergaf nog een eitje, maar naar boven, dat is echt geen geitje. Op de terugweg werd ik gered door een buurman die bijna naar boven bracht. Na een half uurtje, ook Fred weer boven water, zei ik dat en helemaal gesloopt. Goh, je had nou gedacht. Maar nou, avontuur, is tante Ria die klaar staat met lekkernijen, een lolly, ijsje of een chippy, niets is te gek, de hele vreterijen. Ook jij, tante Ria, ben ik blij regelmatig te zien, 2 keer door de week, met bier op de koffie rond 1 uur of 10. Lieve Ria en Fred, samen in een huisje is het altijd dikke pret. Dan zitten jullie lekker aan de wijn en met jullie samen zijn is het altijd fijn. We eten dan vaak boven een plaat. Ja, dat is hoe het gaat. Ik wens jullie samen nog vele mooie jaren met, maar hopelijk zonder al te veel grijze haren. Hou. Allerliefste zware, dat zeg je altijd. Klopt, want je hebt er maar één. Jij bent ook mijn allerliefste zware. Maar ik heb er 3, maar het zegt misschien niets over die andere 2. Maar eigenlijk ben je een eikel. Slaap ik een keertje uit op de boerderij. En was je al aan het slopen, maar het enige wat ik wilde waren, de voetbakken, waren al gesloopt door jou. Dan het voertegelwerk in de keuken, alles afgeplakt met linten en grote teksten, pas opgetegeld. Meer of, dus in grote letters, hier niet op lopen. Nee, bruine grote voetstappen op de vloer. Maar goed, Ria is mijn allerliefste schoonzus. Dat klopt als een bus, want daar heb ik er maar 1 van. Toch hou ik voor jullie en nog vele gelukkige jaren. Proost! Proost. Dat zijn de bloopers. Ja, maar ook al doe je 10 keer, dan heb je altijd wel iets wat je gaat doen. Goedenavond allemaal. Nou, mij is natuurlijk ook gevraagd om een filmpje op te nemen van Fred en Ria. Nou, heb ik even over nagedacht en toen kwam ik eigenlijk op 3 verhaaltjes die eigenlijk hun wel typeert en voor iedereen herkenbaar is. De eerste is Fred. Altijd gezellig, altijd in voor een bakootje. Alleen als de bodem van de fles Bacardi in zicht komt, dan heeft onze Limburgse jager al heel veel praatjes hoor. Overigens heeft hij echt in dienst gezeten. Er zijn foto's van. Dat is deze. Dan in zwart-wit uiteraard. Maar dat was een tijd. Daar werden de echte mannen gemaakt. Hè? 40 kilo bepakking, 50 kilometer wandelen. Het kon allemaal niet op, joh. Nou, we komen bij Ria. Als ik aan Ria denk, dan is het een en al zorgzaam. Ik heb me een ochtend herinneren in Spanje, dat Dan, Men en ik uit waren geweest. We hebben elke tent in Playa gezien. Echt overal een drankje, een shotje, een dingetje. Nou, je weet hoe dat gaat. Wij komen bij het huis aan. Geen sleutel. Gewoon niet te vinden. Niemand had hem bij hem. Nou, wat doe je dan? Je gaat niemand het huis wakker maken. Dus toen hebben we de lichtbedjes neergezet en de stoelen met kussens. Ja, toen zijn we gewoon gaan liggen.
Nou, voordat je je ogen open had, wist waar je was of wat er gebeurd was die avond daarvoor, stond er al een bak koffie naast je. Dat is natuurlijk al heel erg lekker. Dan rest mij nu nog één ding, en dat is om te proosten. Van harte gefeliciteerd en proost, maak er een mooie avond van. En Ria, doe jij het of doe ik het? Zampie, wijntje. Extra in en op te proosten. ...65 worden, 40 jaar samen, van harte gefeliciteerd. Ik wens jullie nog heel veel mooie mijmermomenten met zon, zee en voor Fred natuurlijk whisky. Proost op jullie gezondheid en geniet van al het moois in het leven. Wij vandaag bij Teerts en Verschoor, sterren met voetballen. We zijn vandaag bij Nol Rozen, wereldberoemd door zijn voetbalverleden in Schiedam en omstreken. Hoi Nol. Dag Willem. Leuk dan we even lang om te komen. En dan op je vakantiehuis in Zuid-Frankrijk.
Zo te zien heeft het voetballen jou geen windeieren gelegd, als ik jij en jou mag zeggen. Graag zelfs. Nou ja, je hebt het over geen windeieren gelegd. Klopt. Buiten het hele veel plezier wat ik heb gehad in ruim 20 jaar selectievoetbal, heb ik flink mijn zakken kunnen vullen, durf ik wel te zeggen zelf. Ja, en vandaar dit optrekje. Oké, en als je nou terugkijkt op je voetbalverleden, zo, welke herinneringen komen dan bij jou boven? Ja, buiten de gouden tijden die we hadden met DS, vooral met eigen kweek, lokte het ook op een gegeven moment voetballers naar ons toe. Die dachten van, hé, daar valt wel een graantje mee te pikken. Ja, ja. Dat is iets wat me goed kan herinneren. En terwijl dat allemaal gebeurde met die import, voetballers noem ik dat, werd het uiteindelijk alleen maar minder. Het niveau werd duidelijk minder. Okay. Met importvoetballers. Kan jij je nog van sommige van die voetballers herinneren? Ja, vooral jongens uit mijn goede oude tijd. DS. Ja. Maar van die importvoetballers, geen één meer. Ik denk geen indruk gemaakt, geen één. Zaten er dan geen voetballers bij die op een beetje hoger niveau hebben gespeeld? Nou ja, je ziet het alweer. Ik moet goed nadenken. Ja. Er schiet me er niet één te binnen. En als ik het baseer op het voetballen wat ik gezien heb, het was alleen maar minder. Ja. Echt minder. Okay. Dus niet. En heel veel voetballers die laten niet achter van hun tong zien van hoeveel ze eigenlijk nou over hebben gehouden aan van dat voetballen. Van, wil jij daar een uitzondering voor maken? Of zodat jij ons kon vertellen wat dat jou heeft gebracht? Ja, nou, dat durf ik best wel te zeggen. Er zit een beetje een maar aan vast. Je ziet het optrekje hier wat ik er aan over heb gehouden. En ja, misschien dat sommigen daar... Want het komt op de tv natuurlijk, deze reportage. Velen gaan het zien. En ik ben benieuwd hoe ze reageren op me, maar ik ga het toch vertellen. Ja, ja, ja. Want met die importvoetballers die wij hadden... Ik had het er net ook al over de zakken vullen. Ja, niet dus. Ze moesten gewoon een contributie betalen. Ja. Maar wat ze niet wisten is dat ik stiekem mijn zakken aan het vullen was. Want er kwam een enorme sponsor ook nog eens binnen. Bij DS toen de tijd. Ja. En die heeft mijn zakken nog eens een keer extra gevuld. Waar praten we dan over? Ja, ik zal zo op een bedrag terugkomen. Want er schiet me iets binnen. Er was een blonde jongen. Ja. Een SV'er. Naam weet ik niet meer hoor, want het maakt allemaal niet veel indruk. Spelers, wat voor voetballer het was. Die dacht dat die toch wel uitgevonden te hebben. Dat kan ik me nog goed herinneren. Maar die moest een contributie betalen. En die probeerde dus die hoofdsponsor waar ik het net over had, te bewerken. Ja, ja. Ja, niet dus. En na een jaar droopt hij al af. En je weg. En die moest ons versterken. Nou, je begon over, durf je er wat over te zeggen, over het bedrag. Nou, dat ga ik je dus niet vertellen. Ik heb er uiteindelijk. Ik weet het gewoon nog niet. 300 gulden aan vrienden. Oké. Dit zit. Oké. Nou, dan bedankt voor deze inkijk even in jouw. Hoe heet dat? Jouw voetbal. Ja. En als laatste zou dan eigenlijk zo. En dat iedereen kan of zo, maar dan zou ik toch bij de sterren nog een beetje op zijn kamer willen kijken. Is dat bij jou ook mogelijk? Ik ken dat, want ik kijk regelmatig naar het programma van jullie, Teerts en Verschoor. Vind ik heel leuk. Dat doen we, met ook weer een maar. Ik wil dat de camera even uitgaat, want in mijn huis, als we daar naartoe lopen, al die koersbereden die daar hangen, dat brengt sommige mensen op een slecht idee. Dus die wil ik niet dat die te zien krijgen wat hier hangt allemaal. Maar mijn slaapkamer mag je zien. Oké, nou. Henny, we gaan nu de camera stoppen en dan lopen we even naar de slaapkamer van Lol voor de laatste herinnering. Ja, en dan dank ik jullie alvast. Oké. Okay. Ja, nou, niet zo danken. Oké. Okay. Ja, prima. Ja. Ja. Voordat we dit interview afsluiten, Lol, zijn we nu dus in de slaapkamer bij jou beland. Heb jij daar misschien nog iets aan toe te voegen van dit programma? Nou. Loop even met me mee naar mijn slaapkamer. En ik denk, ik zou heel veel nog toe kunnen voegen, maar ik denk dat het spreekt voor zich. Ja. Kijk maar, ja. Ik ben daar niet bij nodig.
Hoi Fred en Ria, zonder gekkigheid even natuurlijk, van ons van harte gefeliciteerd. Ja, ook namens mij dus Ria, Fred, ook van harte gefeliciteerd. Fred en Ria, ook namens mij van harte gefeliciteerd. En we zien jullie. Ja. Groetjes. 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 Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ja. Lieve Fred en lieve Ria, gefeliciteerd met jullie jubileum. 40 jaar getrouwd. Hartstikke knap, een hele prestatie. Maar jullie zijn ook allebei 65 jaar geworden, dus dubbel feest. Ik hoop dat ik nog heel veel lekkere cocktails mag drinken met je Fred. En misschien wat andere proeverijtjes met whiskies. En misschien gaan we nog een keertje kunst kijken samen. Gefeliciteerd. Hoe je elkaar helpt. Hoe je sociaal bent. En hoe je in contact raakt met andere mensen. Ook al heb je geen idee wie die man op de hoofdstraat nu ook alweer was. Dat jullie mij leerden dat ik altijd mezelf mag zijn. Inclusief verkleedpartijen en gekke bekken. Hoe je lief bent voor een ander. Met vele lieve kaarten en overladen met mooie cadeaus en flessen wijn. En altijd veel humor. Oh, wacht even. Met Damon. Hoe je het kleine eert. En de natuur waardeert. Van Hooischuur tot Disney. Van Winterberg tot de Dominicaanse Republiek. En nooit denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Avec alle ruimte om mijn eigen keuzes te maken. Of ik nu creatief wilde zijn als papa. Of verzorgend wilde zijn als man. Maar het nooit aankomen of weggaan zonder kus en ons uitzwaaien bij vertrek. Ons tot zo dat het niet zo ver weg voelt eer we elkaar weer zien. Die alleszeggende kus op mijn voorhoofd van pap. En die warme lieve kus van man met ons blote billen. Dat zijn voor mij de allermooiste. Proost. Op jullie. Moralito, moralito, moregay. Todo el mundo vos tu nombre es moralito. Te fuiste de mañanito. Contrato mi si no fue. Te fuiste de mañanito. Everybody loves the music, tu tierra vio nacer. Everybody loves the music, tu tierra vio nacer. Dejaste todo en Colombia. Dejaste todo en Colombia. Todo va bien, everything's alright. Todo va bien, everything's alright. Se pasa el día en McDonald's, hamburguesa y Coca-Cola. Ay, ay. Yo de pez, you deserve buena suerte.